Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een nieuwe aflevering van de Pokémon Scarlet and Violet Surprise Cage Lock met Nandowing. Lekkerie. Het wordt vandaag hopelijk tijd dat we onze eerste teammembers gaan tegenkomen. Ja, zekerie. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat ze gewoon allemaal een redelijk normaal level zijn. Ja, maar ja, het ding is, de nieuwe DLC is uit. Ik vermoed dat we starters gaan krijgen, maar dat die level 60 of zo zijn. Oh, dat zou eigenlijk best wel kut zijn. ik zat er zelf ook aan te denken, want ik heb laatst dus die Delibird hunt gedaan. Yeah. Want ik wilde het materiaal hebben voor de itemprinter. Mm-hmm. Maar toen dacht ik, nou ja, ik kan wel kijken of ik wat shinies vind. Heb ik op één dag 8 shiny Delibird gevangen. Ja, what the fuck. Ik kreeg gewoon 2 keer 3 shiny Delibirds in één outbreak. Viel je nou in het water? Ja, ik viel in het water. De cave vond het niet zo leuk. Nee. Die verwachtte niet dat je in het water valt. Maar ik liep niet goed, dus ja. Het gebeurt. It happens. Poep gebeurt, inderdaad. Oké, even kijken waar de Diglett is. Diglett. Trio. Zekering, trio. Yes. Kijk, daar is hij hoor. The man, the myth, the legend. Ik vind hem echt lelijk. De Diglett? Oh nee, Diglett niet. Oh, je bedoelt de Coraidon. Ik vind hem juist mooi. Ik vind hem ook wel vet. Oké. Diglett heeft geen magnitude. Let's go. Ik denk 1 keer tackle moet wel genoeg zijn. Wee. Ik vind het alleen jammer dat ik niet nu al mijn, zeg maar, dat gebeuren hoe je mijn bal gooit kan aanpassen. Ik heb wel de DLC voor Violet, maar je kan pas naar de DLC als je de main game hebt uitgespeeld. Ja. Je hebt Area Zero, de story gebeuren gedaan. En je moet dat gebeuren daarna hebben gedaan, dus dat je die toernooi gebeuren kan doen. Mm-hmm. Dan moet je nog de Kitakami DLC helemaal completen. En dan pas kan je naar Blueberry Academy. Vermoeiend. Ja, en heel veel dialoog. Dat zit er ook allemaal bij. Maar you do be loving dialoog. Ja, vooral als je een turbo controller hebt, dan maakt het echt geen reet uit. Nu snap ik ook waarom je dit allemaal zo snel speelt. Ja, ik pak gewoon die turbo controller. Ik ruil even een 6IV eitje van een, of een 5IV van een, hoe heet die Pokémon maar, Fuecoco. Mm-hmm. Dan doe ik via Pokémon Hand de Pokédex, heb ik echt heel wat XP candy. Pop ik dat ding helemaal vol tot level 55. En dan doe ik gewoon de hele game. Of ik ruil hem over naar mijn main game. Pomp hem daar helemaal vol tot level 100. En ruil hem dan terug. Wauw. Dat kan ook. Nou, dit gevecht kan je nooit winnen. Ja, speaking de Nuzlocke is af. Ik heb gewonnen. Nee. Kut. Ja, dat was het dan weer. Tot volgende keer. Even een lekker pilletje nemen. Een pilletje? Ja, voor de dorst. Wacht, wat? Een pilletje voor de dorst. Sinds wanneer zijn pilletjes voor de dorst? Sinds nu! Zie! Yes! Nee, is voor gewoon medicatie. Lankery. Coraidon, loop door! En dan kan ik niet om hem heen lopen. Helaas is dat scripted. Het is Houndour Mania. Ja, zeker niet. Een Funicadabra! Lekker. Ik heb alweer mijn loon gebruikt om allemaal games te kopen. Maat, wat heb je nou weer gekocht?
Nou, buiten de Yu-Gi-Oh! Dozen die ik heb besteld. heb ik Luigi's Mansion voor de GameCube besteld. Oké. Horizon Forbidden West voor de PlayStation 5. En dan dat is een Nederlandse game. Ja, zeker. Ik verwacht eigenlijk dat je wat anders ging zeggen, maar misschien komt dat zo meteen nog. Ja. Cyberpunk 2077 Ultimate Edition. Ja. Dat is wel cyber. Voor de Loser Boy 5? Oh, die verwachtte ik al eerder. Yeah. Ja, ook voor de PlayStation 5, ja. Kijk hoor. Persona 3 Reloaded. Maar die komt pas in... Oh, die komt al in februari volgens mij uit. Oeh. Nou, dat duurt niet zo heel lang meer. Vet. On the cake. Ja, zeker. En Final Fantasy 7 Part 2. Wow. Want daar gaan ze 4 parts van maken, 100%. Maar dat is wel een hele vette game. Ik heb alleen die eerste nog niet uitgespeeld. Nee, maar ja, je hebt 100.000 games die je hebt uitgespeeld. Ja, zeker. ik zit nog te bedenken, had ik nog iets anders besteld? Nee, volgens mij was dat. Maar het hielp dat ik van mijn baas bij mijn kerstpakket een bol.com cadeaubon kreeg ter waarde van €75. Wat? En dat was nog niet eens wat ik... Want ik kreeg ook nog zo'n verzorgingspakket. Dus met shampoo en handzeep. Ja. Van Rituals of zo? Of, ja, van Rituals. Ah, ja. Oh, dat is echt nice. Wat? En ik kreeg een fles bubbels. Heel ziek. Ik wil ook zo'n baas. Ja. Maar ja, ik doe wel kutwerk ervoor, dus ja. Ja. Maar goed, we worden ook met Sinterklaas zo verwend. Nou, dat is wel echt nice. Normaal gesproken hadden we gratificaties. Dan had je 5 punten in het jaar dat je belastingvrij geld kreeg van de baas. Oh. Maar dat is gestopt eigenlijk nadat ik was begonnen. Nee, echt kort nadat ik was begonnen. Okay. Dus ik maakte alleen nog, denk ik, mijn verjaardag mee Sinterklaas en Kerst. Terwijl je dan ook nog eigenlijk Pasen hebt en je hebt nog wat andere feestdagen. Volgens mij waren het er 5 in het jaar, dacht ik. Ja. Yeah. Nou, en nu is dat gewoon 1 bedrag geworden. Nou, of 2 bedragen. Want ik ontvang in november mijn 13e maand. December ontvang ik een lekker bedrag. En in november, of januari, ontvang ik een lekker bedrag. Wat? Ik heb echt een hele goede baas. Ja. Ik zou dan blijven werken als ik jou was. Ja, ik ga ook nog niet weg hoor. Ja. Ik heb het naast het kutwerk, wat je dan moet doen... Heb ik het wel redelijk naar mijn zin. Ja, oh, nice. Ja, het zou wel fijn zijn als ik dichterbij er woonde. Maar ja, dan moet ik in Amsterdam gaan wonen. Ik weet niet of ik dat wil. Maar ik weet het wel, ik wil dat niet. Ik weet niet of ik dat wil, al wacht. Oh, wacht, toch niet. Nee, echt, ik wilde niet... Nou ja, het is niet zo dat ik daar niet dood wil worden gevonden, maar... Toch wel. Ja, nou ja... Mijn ouders die komen daar vandaan, maar ik voel me geen Amsterdammer. Want ik ben ook geboren in Almere, dus. Ja. Maar ik voel me ook niet echt een Almere. Sterker nog, ik voel me niet eens een Nederlander in dit land. Wacht, wat? Ja, ik voel me geen Nederlander. Ik voel me gediscrimineerd. Nee, ik voel me gewoon als een mens. Niet als iemand die uit een bepaald land komt. Oké. Maar als we voor Nederland gaan juichen, misschien dat ik dan best wel mee wil juichen. En dat ik dan wil zeggen of pronken van, ja, ik ben ook een Nederlander. Terwijl ik me niet eens echt als een Nederlander voel. Aha. Toch wel gek. Nou, dat was weer de Nando Rente moment van de dag. Ja, we zitten pas in aflevering 2. Lankering. Moeten we helemaal naar boven? Ja. Okay. Want Nemona die wil het uitzicht laten zien. Nemona eet een Danona. Oeh, lekker Danoontje. Power. Ja. Lekker. Heerlijk. Oh, ik heb trouwens nog wat gekocht. Maar dat is meer wat ik kan aantrekken.
Oh, ik dacht het is de Yu-Gi-Oh! New Card geur. Nee, dat is echt heel ziek. Het ik is denk... jammer dat dat niet echt is. Ja, maar... ik wou net zeggen, ik denk niet dat het echt is, maar het is wel grappig. Maar als dat echt is, bro. I'll smell that cologne every single day. Elke dag. Oh. Voor mijn gevoel is het ook alweer lang geleden dat we dit hebben opgenomen. Of nee, een serie opgenomen. Ja, de vorige was Colosseum, hè? Ja, The Hickering. En dat was of begin deze maand, of daarvoor zelfs nog. Ja, ik denk daarvoor zelfs nog. Wauw. Hickering, man. Gaan we trouwens voor die eerste drie om de beurt traden? Ja, kunnen we wel een beetje aandacht aan elkaars trades geven. Ja, dat vind ik wel vet. Ja, die Gimmigool coin laat ik maar liggen. In before een van mijn surprise trades een Gimmigool is. dan ga ik huilen. Niet omdat die slecht is, maar omdat je zoveel coins moet hebben. Yep. Verschrikkelijk. Ik heb Koraidon's Pokeballing. Koraidon? Ik wil wel bijna zeggen dat je wat anders wilde zeggen met Ko-Ro. Nee. Ja. Dat is nu heel erg in, hoorde ik. Heel veel mensen hebben het. Of hebben het gekregen. Gankaburin. Ja, Lakering. Maar goed, je wilde net wat zeggen. Nee, ik weet niet wat ik net wou zeggen, maar wat ik nu wou zeggen, kan jij inmiddels ook op de beest zitten? Nee. Oh. Scatterbug is aan het lopen in. We hebben nog zometeen de Rival Battling tegen de Mona. Dan hebben we nog Team Star Battling. En nadat we allemaal cutscenes bij de school hebben gehad, dan pas kunnen we op een beest gaan rijden. Oké, en kan je wel al de Union Circling nu? Ja, Lakering. Kijk maar. Pokeportal. Lakering! Lakering. Nou, gaan we eventjes de box in. De back in. Eventjes alles langs. Oeh, kijk. Materiaal. Waar we niks mee kunnen. Je wel TM's maken. Oh ja, dat is waar. Maar het enige probleem is, je kan geen TM's gebruiken totdat je Pokémon een cage match heeft gewonnen. Oh, trouwens, voor jou is het ook duidelijk dat je een Pokémon maar twee keer in een cage match mag gebruiken, hè? Achter elkaar of gewoon nee, überhaupt? Nee, überhaupt. Oh, dat wist ik niet. Dat werd niet doorheen. Oké. Okay. Dus je moet ook nog eens heel strategisch zijn met wat je kiest om te gebruiken. Ja, zeker. Oké. Kijk, weet je wat er bij mij en Sander wel een aantal keer is geweest? Dat je ook vaak je beste Pokémon die gebruikt, want als hij doodgaat, ben je fucking hard genaaid. Dat is waar. Als haring. Zo waring als haring. Juist. Trouwens, als we om de beurt gaan, dan hitten we elkaar ook niet. Dus nee, precies. Daar zat ik net ook aan te denken. Kijk, dat scheelt. Uh-huh. Nou, en het voordeel voor ons beiden is dat de eerste level cam level 25 is. Dat is naar je luisteren, dus we krijgen dubbel XP volgens mij als we gerelde Pokémon gebruiken. Dan hebben we nog een beetje ruimte. Nou, het ligt er ook een beetje aan wat we krijgen als we zometeen drie level 1 Pokémons krijgen. Succes! Ja, ja, maar dan kan je nog, weet je, zolang je probeert buiten zeg maar een auto-battle te doen, dan kan je nooit KO gaan, hè? Dus dat kan je proberen. Wel bij Team Star Battles, dan kan je wel KO gaan. Ja, maar ik weet niet of we dat mee moeten tellen als je Pokémon dan KO gaat met auto-battles. Nee, dat is een beetje, maar daar kan je niet zoveel aan doen. Nee. Je kan naar de machine gaan lopen, maar dat kost allemaal weer tijd, weet je. Ja. We willen ook een beetje vaart hebben in dit project. Precies. Precies. Dat we niet tot eind volgend jaar nog bezig zijn. Nee. It's funny, want het is al bijna volgend jaar. Oh, wauw. Hele slechte grap, ik weet. Deze aflevering komt ook al in het nieuwe jaar. Gelukkig nieuwjaar! Lekkering! Je Pokémon moeten in je box zitten, of niet? Nee, je kan vanuit de party ruilen. Oh, lekkering! Kijk,
Kijk, dat is wel een goede fix. Oké, connecting to the internet. Oh ja. Nee, verkeerde Oh, hoe vaak ga ik dat nog doen? Gezondheid. Dankjewel, en ik deed een boer. Hey, staat 2024 op jouw scherm? Oeh, maar het is toch geen 2024? Nee. Software upgrade required. No maat. Way. Nou, ik ga even de software Nou, ik heb hem al geüpdate, gelukkig. In de achtergrond, alleen dan moet ik hem opnieuw opstarten. De game. Dus het valt mee, het is nog geen paniek. Het is geen ramp. Nee, geen ramping. Geen ramping. Heb je trouwens al die Walking Bacon aan je liefs gevangen? Die had ik van jou al een keer gekregen, weet je nog? Oh ja, maar ja, je bent niet zo van, oh, ik moet er meerdere hebben. Nee. Nee. Zullen we trouwens de masterballing ophalen? Ja, dat is niet eens een heel slecht idee. Ja. Let's go. Volgens mij, ja, we kunnen ook TM223. Ja, gewoon doen. Ik weet niet wat het is, maar gewoon doen. 10 keer metal sound. Waarom zouden we dat willen? Omdat Game Freak echt dom is en een oversight heeft gedaan. Om TM223 te maken in je game, ja, moet je Shieldon materiaal hebben. Ja. Welke Pokémon is Violet exclusive? Ah, wat een loser, boys. Oh mijn god. Die makers hebben sowieso een PlayStation 5. Nou, Metal Sound hoef ik niet hoor. Ik, I'm good. Ik zal die Darkrai ook maar eventjes laten. Yo, je pakt je Darkrai en je wonder treedt het. Lol. En volgens mij kan dat niet met Mystery Gift Pokémon. Niet? Nee. Oh, dat wist ik niet. Okay. You're now connected to the internet. Lankering. Oké, okay. Wie gaat er als eerst zo meteen? Doe jij maar eerst, dan kan ik eventjes mijn masterball innen. Oh, lol. I lied to you. Again! Dit is toch niet normaal meer, jongens. Oké, nou ja, dan zetten we even Fuecoco en Lechonk voor de snelheid erin. En Dani, gaan we surprise trading. Nou, dat was zeker snel. Dat is niet gelogen. Mm-hmm. En het voordeel is, je wordt in de overworld neergezet. En je wordt vanzelf geroepen wanneer die geruild is. Echt? Ja, kijk maar. Zie je me rechts bovenin? Wyoming. En dan moeten we even wachten tot die... Kijk, hij is klaar. Surprise trade completed. Oké, welke Pokémon is het? Winkle! Winkle, please! Voor de Winkle Squad. Is het level 100 Articuno? Ja. Oh! Oh, een Teddy Ursa! Dat is wel leuk. Dat is echt poch. I like me some teddies. Welk level is hij? Welk level is hij? Je krijgt nog eerst al die cutscenes. Wacht, Teddy Ursa was een... was dat geen DLC-Pokémon? Nee, die zit in de main game. De gymleader heeft ook een Teddy Ursa namelijk. Level 34. Nou, dat gaan we toch een keer doen. Dag Teddy Ursa. Het was leuk je gekend. Oh, gaan we als hij overleveld is ook weer verder ruilen? Ja, ik denk dat wel verstandig is. Oh ja, is. Dat is wel een goede oplossing. Oeh, Buizel. Ja, die zou nog oprecht het level kunnen zijn. Ja. Nou, die kan je volgens mij wel pas bij de Water Gym vangen. Nee, die kan je hier al vangen volgens mij op die route hoor. Oh, ik wil even checken. Daar gaat Teddy. Level 6! Yay! Splashy! Nou, dat is oprecht geen slechte. Ik hou gewoon lekker daarna. Oeh, een Marill! Dat is zeker geen slechte. Ik denk dat jouw beter is. Kan wel zo zijn. In ieder geval zijn we lekker de decks ook aan het vullen. Ja. Ik moet wel even checken welk level dit is. Ik ga wel voor de hoge level mons. Ja.
Zoals je kan merken. Nou ja, gaan we nog een keer. Hoppatee. Uiteindelijk zijn we een hele aflevering bezig om alleen maar even Pokémon's te ruilen. Dat zou best kunnen. Nou, ik zie wel dat het nu wat sneller gaat. Ja. Oh! Oeh, dat is ook oprecht een goede mon. Ja. Een Wattrel. Nu hopen dat Wattrel een leuk leveltje is. Ah, nee. Een Tudel. Tudel. Dat is oprecht één van de slechtste water-Pokémon die er is. Ja, tenzij die evolueert. Als hij evolueert, dan is hij nog wel mooi. Hey, nice, single on the cake. Wow. 2-for-2. Ik moet alleen oppassen dat ik niet boven 25 kom, maar... Ja. Ja, oké, dit is oprecht de eerste mon. Level nice. 12, tjoel. Nou ja, we gaan het er gewoon mee doen. Oké, dan gaan we surprised. Trouwens, hoe zit het met move rememberen? Een move rememberen mag wel. Oh, oké. Okay. Zeker omdat we surprised treden. Ja, daar ben ik het mee eens. Oké. Nou, gaan we nog een keer. Oh, we zitten nu wel... Oh, dit kan... we kunnen oprecht nu elkaar hebben. Dat zou ik best grappig vinden. Maar we gaan hem dan gewoon weer over doorruilen hoor, maar... Ik zie Pokéball. Kijk jij Diglett zo meteen? Nee, een Solosis! Ah, die is te hoog level. Oei. Die is sowieso te hoog level. Ja, ik heb Bombeerdeer, maar... Ja, Bombeerdeer kan nog wel. Weet je wat ik echt hoop? Dat, ja. Dat dit een level 1 Solosis is. Oeh, ja, dan is het waarschijnlijk een wel goede competitive. Huh? Ja, het is een level 1! See! Poggerino's. Zeker ring Poggerino's. Een Bombeerdier is net iets te hoog. In principe kan je al naar de rival als je wil. Ja, jij haalt me toch wel in. Ja, komt wel goed. In principe kan ik ook al die kant een beetje op gaan lopen, want... Oh ja, want je kan natuurlijk gewoon... Ja, en je hebt geen trainer battles. Nee, dat is lekker. Oké, weet wel, ze begint met de starter en dan komt de Palmy of Palmo. Mm-hmm. En die gaat terrestrializen. Dan moet ik denk ik eventjes niet starten met de Pokémon die nu voorop staat. Nee, lekker boezeling. Weasel is niet super handig daarvoor, Ink. Nee. Nou, dit is hem ook niet. Ik zie je toch gelijk aan de mond. Nee. Die zullen ze niet gebreed hebben en level 1 hebben gehaald. Nou, in Sword and Shield is het mogelijk. Wacht, maar level 1 Corviknight? Ja. Hoe dan? Er is een of andere glitch dat je een Pokémon in een ei kan laten evolueren met rare candies. Maar als je hem dan hatcht, is hij dan wel level 1. Grappig. Ja, zeker. Maar volgens mij is dat wel gepatcht al een tijdje terug. Nou, gaan we kijken wat we nu hebben. Oh, en ik zou zeker aanraden om je internet zo meteen uit te zetten. Dat ga ik nu doen, Ink. Dan heb je ook geen last van lag. We don't be liking lag. No, we don't. Dat is niet lag-ering. Dat is zeker niet lag-ering. Nou, dit is hem denk ik ook niet. Rimbombi is iets in level 30 of zo dat hij evolueert. Ik krijg alleen maar die hoge level mons. Ja, ik had 3 keer meteen Gucci. Ja. Oh, deze aflevering moet bijna beëindigen. Als jij je Pokémon hebt, dan beëindigen we de level. Het scheelde trouwens niet veel. Lekker. Level 27, zag ik. Ja, dat zat wel in de buurt. Mm-hmm. Nou, misschien dat hij op level 25 evolved. Maar ik nu niet... krijg je gewoon een Tandemouse. Nee! dat is de evolutie van Tootle. En is het sowieso een dupe, hè? Ja. Wil je hem al beëindigen? Vraagteken.
Nee, ik wil wel dat jouw team compleet is voordat ik hem beëindig. Oh, oké, okay, dus we gaan nog even... Wacht, is de battle niet hier? Ik dacht dat de battle hier was. Het is voor de deur. Als je zo meteen die deur inloopt, of probeert te lopen, dan zegt ze, nee, je mag nog niet naar binnen. Dat paard zelf wel. Ja, dat zei ik ook. En toen zei ze, nee, dat ga jij niet zomaar bepalen. Oh. Nee, dacht niet. Oh, nee, toch niet. Nee, toch niet. Ik heb de game geprobeerd uit te spelen met een Flamigo. Ik kwam wel redelijk ver, maar op een gegeven moment is die Flamigo niet meer zo goed. Nou. Ook al is hij level 60. Het mag niet baten. Het mag niet baten, helaas. Nou, geef me alsjeblieft iets wat ik mag gebruiken nu. Potentie. Kan. Potentie. Kan. Het zit in een loveball. Dat vind ik ziek. Er is potentie, jongens en meisjes. Dames en heren. Koeken. En pairing. Hier, ik pluk jouw Sprigatito de Moodering. Oeh, ja, hij is binnen. Oh, level 1. Nice. Ja, prima. Oké, Cyclosar is zeker niet slecht in het begin. Normal Dragon type. Watrol ook niet. Wow. Recovering. Ik weet nog dat ik mijn eerste run moeite had met die Palmy, omdat er geen Force Training Battles zijn. Ja, dan ben je ik was gewoon underleveled. Oef. Nou. Nou, kan wel. Het is mogelijk. Maar ja, wie gaat er een Lucario pakken van level 1? Ik denk dat dit gewoon een level 50 mol is. Nou, ik zat in de buurt. Ja. Het was te mooi om waar te zijn. Maar ik had zeker geen nee gezegd tegen een Lucario, hè? Nou, ik ben in ieder geval alvast bij die center. Dus dan kan ik volgende aflevering gelijk de trainer of de rivaling doen. Lekker, hè? Ja, zeker. Ah, Watrol is loafing around, dus het is lager nog zelfs. Uh-oh. Oh, dit is zeker te hoog. Wat zou ik met die Watrol doen? Nog wel gewoon blijven gebruiken, of? Ik weet het ook niet zo goed. Maar ik zag op die website level 25. Ja, maar is het niet dat je level 25 Pokémon tot level 25 kan gebruiken na Gym 1? Creature Scott at level 25... Oh! Oeps! Dus als je de eerste badge hebt, dan luisteren ze van level 25. En daarvoor? Ja, dat staat er niet in. Dan zal ik even verder moeten kijken. Zou het verstandig zijn om Watrol dan ook nog eventjes te ruilen? Ja, ik weet niet. Is de rest onder de level 20? Ja. Oké, ja, doe dat dan maar. Oh, let op. Dit is de Mail Salandit. Ah, dan ben je fucking hard genaaid. Let op, hè. Dan ga ik zo hard lachen. Ik ga gelijk vast op spreistreed drukken. Oké, komt-ie. Oh, het is te hoog. En het is de Mail. Ja, dan gelukkig, anders had je hem gewoon moeten houden. Ja. Poeh. Nou, dat had ik zeker niet gewild. Oké, dan moet ik... Ik ga de Watrol dan maar even alsnog even opnieuw ruilen. Ja, ja. Dat is wel jammer, want Watrol is wel een redelijk goede mond. Ja. Nou ja, misschien dat je nog wat beters krijgt dan dat. Ja. Wat langere aflevering vandaag, boys and girls. Dat zal waarschijnlijk vaker gebeuren als we dus Pokémon moeten ruilen. Dat maakt de aflevering alleen maar leuk, denk ik. En zo niet, dan heb je pech. Ja! Wingull! Die wil jij. Ik wil de Wingull. Ik zal alleen eventjes moeten
trainen voordat ik die ruifeldag ga doen. Want ja. Volgens mij is alles zwak tegen die electric. Ja, oké, okay, mijn Cyclosaur niet, maar die is level 1. Ja, maar ik een beetje... Even kijken, welke level? Oh, 4! Ja. Nice! I'm set, oké. Okay. Nou, dan moet alleen jij nog even... Ja, als Nemona maar een keer met rust laat, dan ga ik. Dat duurt nog wel even. Nee, grapje. Ze zeggen zo meteen, oh, je moet naar boven gaan. En dan kan je zelf kiezen of je naar boven gaat of niet. Oké, okay, nou. Ik ga natuurlijk kijken naar de stats. Oké. Okay. Oké, okay, deze mist special defense. Oké. Okay. Ja, er is nog geen dat je de IV's kan zien, toch? Nee, dat is pas echt nadat je RGS0 gebeuren hebt gedaan. Saai. Ja, de Hickory. Oké, okay, de Chudel heeft potentie, want het is niet Terra Ice. Hmm. En het heeft Strong Jaw. En Countering. Water Gun. Ik heb wel 2 water types, dat is wel een beetje... Nee. Dat is een beetje meer. Ik ga wel even een trainering doen nadat je in de volgende aflevering, denk ik, toch wel. Oké. Okay. Dan heb ik in ieder geval de Wingull en de Cyclosaur op een beetje een, ja, een normale level. En dan moet ik er wel doorheen kunnen komen. Later wordt dit veel minder een probleem, omdat we dan... Dan luisteren de mons. Ja. Dan hoeven we geen... Zeker als we Gym Badge 7 hebben, dan kunnen we al level 55. Ja. Nou, ik ben benieuwd, Milani. Level 1 Torchic? Met speed boost? Ja, maar Torchic zelf heeft nog een speedboost, toch? Of wel? Jawel. Nou, deze is niet... Ik denk dat hij zelfs... Nou, ik wil bijna zeggen dat hij gehackt is. Ja. Ja, die is gehackt. Ik zie het al aan de naam. Ja. Ja. Wel nice. Shiny Zoroark. Hisuian. Level 100. Nice, bro. Dus Cage Lock tegen die Zoroark. Oei. Grote kans dat deze al doorgeruild was net. Ja. Door degene van wie ik hem kreeg. Dat denk ik ook. Dat is toch echt vervelend. Ja. Ik wil helemaal niks met die zooi te maken hebben. Met die gekke Pokémon's die gemaakt zijn. Weg ermee. Roots! Die zou heel nice zijn. Als hij mail is, dan kan je nog zelfs kiezen welke evolutie je wilt. Kijken. Ik hoop echt voor je dat dit onder die level cap zit. Ja, level 1! Yes, lekker! Dikke vette huts! Ik heb wel 2 psychic Pokémon. Ja, en ik heb 2 water type Pokémon. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.